Ik denk dat hij gesnijd gaat worden. Dat geeft mij een gevoel. Ja! Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag in deze video gaan wij reageren op de mensen die het meeste geluk ooit hebben in Fortnite. Dus ik ben heel erg benieuwd, want mensen die geluk hebben is altijd leuk om naar te kijken. Dat gaan waarschijnlijk bijzondere kills worden of ik weet het niet, want dat gaan we vandaag in deze video zien. In ieder geval heel, maar ook echt heel veel geluk. Dus ik heb er in ieder geval super veel zin in. Ik hoop jullie ook. En laat me even weten of jij wel eens geluk hebt in Fortnite. Zo ja, met bang. Laat het weten in de comments. Als je dat doet, laat dan ook gelijk even een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer dan even op mijn kanaal. En vergeet niet de creatorcode OhMyGodIsChester te gebruiken in de Fortnite ID-shop. Dan ben je gewoon een hele grote baas natuurlijk. Dus ik ga niet lang ophouden. We gaan gelijk door naar de clips. Want ik ben heel erg benieuwd hoeveel geluk mensen daadwerkelijk hebben in Fortnite. Dus dames en heren, laten we gewoon beginnen. Let's go. Laten we gewoon gelijk gaan beginnen met de clips, dames en heren. Ik ben dus heel erg benieuwd hoeveel geluk al deze Fortnite players hebben. Deze guy heeft 16 HP en dept letterlijk gewoon iedereen eruit. Dus ik zou zeggen, dames en heren, smash die blauwe duimpjes omhoog. En deze guy heeft een lekkere snipe. En we gaan gewoon kijken wat de clips vandaag dus zijn. Dus ik ben benieuwd. Oh mijn god. Die guy uit de berg, daar had inderdaad heel veel geluk. Ik weet niet of hier ook chapter 2 clips bij zitten. Dat gaan we gewoon vandaag zien. Dus laat een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal. Zou ik heel erg baas vinden. Deze guy. Wauw. Die guy had niet heel veel geluk, kan ik je vertellen. En dit is niet waar, toch? Je gaat mij niet meenemen dat dit echt gebeurt. No way. No way. Deze guy killt letterlijk twee mensen door de... hoe heet het ook weer? De duikplank gewoon weg te schieten. Wauw. Nice. Oh nee, daar gaat zo RPG. Hij killt gewoon iemand. Hij killt letterlijk iemand. No way. Zijn teammate killt iemand met de RPG die hij net uit die sniper of uit de vliegtuig schoot. Wauw. Wauw, dit is heel vet. Oh nice, GG. Twee man met je quad dood in Tilted Towers. Bye bro. See you later. Wat wil hij doen? Nee! Nooit! Wauw. Oké, jongens. Dit wordt vet. Hij gooit... Oh, nee. Hij heeft iemand gestukt terwijl hij erin zat? Wat is dat dan? No way! Yo, deze impuls was nice! Wauw. Oké, oh, my... Jongens, waarom hebben jullie zoveel geluk? Waarom hebben zoveel mensen geluk in Fortnite? Oh mijn god, hij launcht iemand de lucht in. Dit is echt bizar. Oh! Ha! Stel dit gebeurt. Wauw. Dat zou wel heel bizar zijn als dat gebeurt, dames en heren. Dat zou echt legit heel bizar zijn. Oh mijn god, hij gaat nu komen. Oh mijn god, hij gaat iemand uit de lucht. Dit gebeurt. De kans dat dit gebeurt is letterlijk 1 op miljoen. Ik kan. Oh mijn god, een collateral. Dit is zo bizar. Hoeveel mensen geluk hebben. Kijk, die RPG's gaan dan. Oh jee. Welke game mode is dit ook weer? Oh shit. Ik ken deze game mode niet meer. Oh mijn god, en hij heeft iemand. Ja hoor. 364 meter. Bro. Oh mijn god. Hij knalt iemand met die bazooka. Of met die. Hè? Oh jee. Oh mijn god. Dit is gewoon perfecte timing. Dit is legit gewoon perfecte timing. Oh jee. Dan wordt hij gesnijpt. Hij wordt gesnijpt. Hij gaat denk ik gesnijpt worden. Ik denk dat hij gesnijpt gaat worden. Dat geeft mij een gevoel. Ja! I told you! Ik wist dat hij gesnijpt ging worden, jongens. Ik wist het gewoon. Oh mijn god. Oh! Deze guy heeft trouwens heel veel geluk dat hij zichzelf niet opblaast. Besef ik me net. Dude! Oh mijn god. Maar jij gaat mij letterlijk nu gewoon 10 minuten oh mijn god horen zeggen. Want het zijn ook echt clips waarvan je zegt oh mijn god. Oké, dit is misschien, als je weet dat er iemand zit, is het vet. Maar dan moet je nog wel raken. Oké, wat wil deze guy doen? Hij gaat die auto in. Hij gaat de auto in. En dan komt er iemand aanlopen. Oh mijn god, omdat hij van stoel switcht, wordt hij niet gesnijpt. Dat is bizar hoor. Dat is bizar hoor, jongens. Oké, hij gaat diegene uit de lucht knallen. Yo! En dan valt diegene naar beneden. Dit is zo vet. Dat zijn echt inderdaad lucky kills. En dit ook, ja. Hoe groot is de kans dat dit gebeurt, dames en heren? Laat nogmaals in de comments weten wat jouw mooiste kill ooit is geweest. Daar ben ik benieuwd naar. Laat jouw mooiste kill achter in de comments. Doe dat eventjes. Oh mijn god, er vloog gewoon iemand voor zijn beeld. Dude. Is dat een shot? Normaal. Oh my god, it's a drum gun. Hij gooide een granaat in die...
Yo! Oké, aan de ene kant... nu natuurlijk in chapter 2, dit zijn niet echt clips uit chapter 2, misschien aan het einde... zit bijna geen movement dingen. Dus ik vind dat er wel weer iets van movement terug mag komen. To be honest. En hij gaat die guy te lucht schieten. Ja hoor. Wauw. Oké, er zijn nog 6 mensen over in zo'n kleine cirkel. Dat is best knap. Hij gaat een noscope, hè? Oh my god. Bro. Oké. Deze guy is een soort van screwed, zeg maar. Hij gooit een... Oh mijn god. Hij gooit het dus uit het raam naar iemand anders. Ja. Dat is nice. Dat is heel nice. Oké, zijn teammate tegen... 1 single player. En hij impulse naar beneden. No way. Deze reactie. Deze reactie is goud waard. Oh, hij heeft geen match meer. Hij heeft geen match meer, ja. Oh, dit is ook nog eens gewoon... Deze clip kan ook gewoon een perfecte timing. Abonneer dat je op mijn kanaal. Dankjewel, bro. Ben je nog niet geabonneerd? Klik nu op het abonneerknopje, jongen, zou ik zeggen gelijk. Oh, shit. Oh, shit. Wow. Mijn god, hij heeft heel geluk. Want anders had hij gewoon doodgaan. Deze guy heeft legit heel veel geluk. Anders had hij doodgaan. En hij... Oh, hij... killed 3 mensen. Hij killde 2 of 3 mensen met die granaat. Heel lijp, bro. En hij snijpt hier ook gewoon iemand eventjes. Ja, deze reacties mogen gewoon. Ik vind deze reacties ook gewoon heel mooi. Dat mag ook gewoon. Oh, nee. Nee. Ja, hij heeft wel die chest nu weggegooid. Helaas. Oh, mijn god. Kijk naar uit, bro. Kijk naar uit. Ja, je gaat jezelf hier alleen maar mee pakken. Nee. Oh, shit. Oké. Applaus voor deze guy. Deze guy verdient echt een applaus. En hij komt sowieso bij een enemy. Oh, hallo, jongen. Yo. Hoe groot is de kans dat dat gebeurt? Heel klein. Hoe groot is de kans dat deze guy zich naar beneden schiet? Heel groot. En waar landt hij op? Waar landt hij op? Oh! Yo! Oké. Ja, hier kan ik alleen maar van genieten. Oké. Die RPG schoot dus door dat gat in die net heeft geëdit. Je kan niet meer geluk hebben. Je kan niet meer geluk hebben, dames en heren, kan ik je vertellen. Oh mijn god! Je kan niet meer geluk hebben. Die guy pakt trouwens ook gewoon gelijk een gouden pumper bij. Lekker. Oh, wow. Ja, ik vind het heel nice. Oh, jamai, bro. Ja, oh, nee. Oh, ik wou net zeggen. Oh, hij kill gewoon iemand anders. 235 meter. Yo, oh jee. Oh jee. No, oh mijn god, hij kill gewoon iemand anders met die nade. Ja, dat is vet, man. Deze komt... Oh mijn god. Deze plaatst perfect op het juiste moment. Mijn launchpad. Oh, deze ken ik. Dit ken ik. Oh mijn god. Dat is gewoon... Op dat ding zitten en dan lijkt het net, als je niet goed oplet, of het gewoon de reboot fan is, zeg maar. Oh mijn god, en deze guy die killt 2 man tegelijk. GG. No way, die gaan hem snipen. Ja! Hele goede snipe, bro. Hele goede snipe, oké. Hij gaat proberen die soort van infinite glitch te doen, dat je, althans glitch, dat je gewoon kan glijden met dit ding. Oké, daar rechts, daar zit iemand, daar rechts. Wat wil hij doen? No way, hij gaat precies diegene scheppen. Kijk, paf! Ja hoor! Bro, dit is wel vet hoor. Dan heb je geluk. Dan heb je heel veel geluk. Net zoals dit. Dan heb je heel veel geluk, kan ik je vertellen. Even serieus. Hoppatee. Huh? Hij killde de verkeerde. Hij killde diegene die glijdt daar. Wauw. Wauw. Ik vind dat de hunting guy ook terug moet komen. Oké, 2 chug jugs uit 1. Wauw. 2 chugs uit 1 chest. Ik vind het zo geweldig. Ik kan echt heel de dag naar dit soort clips kijken, jongens. Daarom, als jullie vaker dit soort clipjes willen zien, dit soort video's, laat het mij dan gewoon even weten. Want ik vind het ook gewoon heel leuk om te maken. De perfecte edit en het schietritme. Ik vind het ook heel leuk om te maken, gewoon omdat het ook gewoon satisfying is, vind ik. Hoeveel geluk kan je hebben? Echt bizar. Oh mijn god. En... Hij pakt... Oh. Wacht. Wait. Hij... Oké. Die guy die de RPG schoot, wordt gekild door hem. En de guy die gekild wordt door de RPG wordt weer gekild door de guy die aan het sliden is. I mean, hoe? Hoe verzin je het? Hoe groot is de kans dat? Hoeveel geluk heb je? Heel veel geluk. Klaar. En hij gooit een granaat. Die gaat 100% zeker in de slipstream uitkomen. Ja, en dan zit daar nu iemand die landt uit de slipstream. Die granaat vliegt uit de slipstream op zijn hoofd. Ja hoor jongens. Als je het over geluk hebt, is dit het perfecte voorbeeld van geluk. Klaar. Echt. Klaar gewoon. Echt klaar. Oké, hij popt een granaat. En daar killt iemand mee. Oké, alsof het niks is. Hij wacht op de edit. 100% dat hij wacht op de edit. Oh. Ja hoor, en dan lasert hij ook nog eens even keihard gewoon. Oké, bro. Oké. Bam. Nou, doei. Oké. Jongens, ik doe echt legit iets verkeerd in Fortnite. Ik denk dat ik legit echt iets verkeerd doe in Fortnite. Oprecht. Oké, er zit iemand in dat ding. Oké, maar deze zag hij nog kunnen nog lopen. Oké. Save yourself, bro. Save yourself.
Als hij dan ook nog iemand mee killt, dat zou helemaal legendary zijn. Er zit daar wel links iemand volgens mij. Of niet? Nee, never mind. Oh, daar zat dus wel iemand. Ja, nou, ik vind het heel lijp. Ik vind het heel lijp, echt. Hoeveel geluk heb je? Ik heb dus nooit zo heel veel geluk in Fortnite, kan ik vertellen. Ik heb nooit zoveel geluk in Fortnite. Ja, en nu? Oh, wow! Hij schoot dus hem en daarna dus de kanon zelf. Lijp, oké. Wat gaat hij doen? Hij heeft 5 seconden. Hij heeft 5 seconden, hij gaat dood. Oh, wacht, hij heeft checkplaces. 1. Ja, oké, nu heeft hij weer health. En dan pakt hij een surfboard. No way dat hij dit gaat halen. No way dat hij dit gaat halen. Zo. Oh, dit is versneld. Ik wou net zeggen. Snel, bro. Snel. 4, 3, 1. Oh. Oh, je net. Hij heeft het net gehaald. Dat hoeft er niet veel te schelen. Oké, ik denk dat dit 2 teammates zijn. Denk ik. Hij pakt in ieder geval de kwad. Net zoals zoiets moet gewoon terugkomen in Fortnite. Niet eens iets waar je mee kan killen. Maar gewoon waar je mee kan moven. No way. Hij maakt een backflip. En hij luistert aan iemand die gaat killen. Ja, die gaat die killen. Dit is heel ziek. Dit is heel ziek. Heel ziek. Heel veel geluk inderdaad ook. Deze guy heeft een beetje lag. Ja, en die vliegt nu naar beneden en die is dood. GG. Ja, kan ik ook niet heel veel van zeggen. Een granaatje die daar precies naar binnen vliegt. Ja hoor. Ja, dit is dit. Maar dit is echt legit waar deze hele video om draait. Geluk. Maar echt. Dit is echt puur geluk, dames en heren. Dit is echt puur geluk. Oké. Oeh. Oké, hij launcht hem naar beneden. Klaar. Hij heeft hem naar beneden gelaunched. Zie je? Hoppatee. En dan kan je hem inderdaad uitgelachen. Deze guy heeft ook alleen al qua schieten veel geluk. En hij pakte die glider redeploy perfect op het juiste moment. Oké. Dat vind ik inderdaad ook heel lijp, hoor. Dat vind ik ook heel lijp. Ik weet nog wel dat toen een heel ding was dat dat terugkwam. Ik hoop in ieder geval... Ik ga mijn best nog een keer doen als we weer op een video gaan reageren. Dat er ook chapter 2 clips in zitten, dames en heren. Maar, deze video is gisteren geüpload. Oh, zo. Wow. Die RPG erachteraan nog. Deze video is gisteren geüpload. Dus ik snap dat er nog niet zoveel lucky clips in zitten van chapter 2. Als die er überhaupt al in zitten. En deze guy die net zag, was echt heel geluk. En deze. Oep, dit is echt gewoon een. Deze hoort terug te zien in een 500 IQ play. Nee. De perfecte kill bestaat niet, zeggen ze. Maar ik denk dat dat wel een perfect killetje was. Oké. Een cannon shot. Cannonball. En dan? Hij gaat naar beneden dadelijk, ergens. En dan landt hij in die 1-by-1. Landt hij in die... Oh, no way. Hij hit iemand die launchpadde. Oké, dan. Perfect door het raampje naar binnen. En daar zit iemand in het hoekje? Nee? Ja? Oh, door dat raampje naar buiten? Oh jee. Hij gaat nu bijna ontploffen. En dan door de trap zeker... Door het gaatje van de trap? Ja hoor. Nah. Dat meen je niet dit. Hoeveel geluk wil je hebben? En hoe kut moet je je voelen als die ene guy daar? Oké. Hij pakt de granaten. Eén iemand heeft een wapen. Hij tost de granaat. Terwijl die andere guy aan het schieten is. Oké, dan valt de granaat naar beneden. Daar loopt precies iemand. Wauw. Ja, je kan dus echt heel veel geluk hebben in Fortnite, jongens. Je kan echt heel veel geluk hebben in Fortnite. Dat zie je maar net. Inderdaad. Wauw, oké, hij heeft nog een rift in zijn handen. Dus ik ben benieuwd wat hij daarmee wil gaan doen. Er is een rift die hij in zijn handen heeft. En hij gaat waarschijnlijk iemand killen nu. Hij gaat er waarschijnlijk iemand mee killen die zijn teammate wilde reviven. Ja hoor, hoe hoog is hij gevlogen? I don't know. Maar hij komt niet meer terug. Hij wilde sowieso die teammate reviven. Oh, impuls. Oh, wat? Hij heeft het overleefd? Zo, dat is ziek. Oh mijn god, bro. Hij schiet. Oh! En dan de noscope hit hij. Hoe bizar. Oké. 2 noscopes achter elkaar. Altijd goed. Oh. Hij komt in zo'n straal terecht. Oh! Yo, huh? Kon je dus ook al in chapter 1 op zonder weringen landen? Did a new dead? Dat wist ik niet. Ik dacht dat dat iets nieuws was in chapter 2. Maar dat is dus blijkbaar niet zo. Hebben we weer wat geleerd, dames en heren? Oké. We zijn aardig hoog in ieder geval. Hij springt eraf naar beneden. Ik denk dat hij de enemy heeft gezien. En wat gaat hij doen? Op de duikplank. Oh ja, nu kan je gewoon in het water landen. Dat is het chillen, nu kan je gewoon in het water landen. En hij killt er nog even iemandjes. Alsof het niks is. Hoppatee, bounce met je. En uit de lucht. Oh, hij killde de verkeerde. Hij killde die guy die toen die hoprock heeft gebruikt. Of wat het toen ook was. Under. Oh mijn god, kijk hoe kort hij nog heeft. 1 seconde. Oh!
Perfecte timing, dames en heren. Perfecte timing. En gewoon heel veel geluk om het mee af te sluiten. Ik vond deze clips echt heel erg leuk. Volgende keer probeer ik ook chapter 2 clips te hebben voor jullie. Maar voor nu, ik wilde dit gewoon doen. Ik vind het heel erg vet om te reageren. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Als je nog geen blauw duimpje omhoog hebt laten, doe dat nu eventjes. Heb je nog niet geabonneerd, klik dan ook op dat abonneerknopje eventjes. En jullie gaan nu genieten van mijn nieuwe outro. Dus dames en heren, bedankt voor het kijken. En start de outro in 3, 2, 1. Later!